dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit keer een extra video, want het leek me eigenlijk super leuk om te laten zien wat ik allemaal heb gekocht of gekregen in de maand mei. En ja, het is eigenlijk heel goed gelukt. Volgens mij heb ik niks vergeten. Op één shirtje na, die zit in de was. Maar ik schrik er wel een beetje van hoor. Het is echt zoveel. Dus ben jij benieuwd wat ik in mei allemaal heb gekocht of gekregen? Laten we dan vooral verder gaan met de video en blijf zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog. Als je zin hebt in de video, abonneer je op mijn kanaal. En laten we beginnen. Ik ben benieuwd. Oké, ik heb alles in categorieën. Ik heb beauty categorie en kleding categorie. En voor de rest, er zit niks tussen ofzo. Dus er zijn twee categorieën voor deze video. Laten we beginnen met kleding, want het is echt bloedje veel. Niet te doen. We beginnen gelijk met dit topje. Ik heb dit topje nieuw. En dit hele leuke peplum topje met van die flare mouwen en off-shoulder is van Lily. Tenminste, hij is van Colorful Rebel. Maar die kun je kopen bij Lily. En ik ben hier super blij mee. Hij is echt zo mooi. Echt niet te doen. Ik hou hier echt van. Dus deze. En dan gaan we verder met de rest. Ik heb namelijk van Prozis een sportsetje ontvangen. Deze super mooie lila sport BH. Ik ga geen aanbeelden doen. Ik kan wel aanbeelden van mijn vlog hier doorheen editen. Maar als ik namelijk van alles aanbeelden moet doen, zijn we echt te lang bezig. Dus ja, ik ga er ook wat sneller doorheen. Deze sportlegging van Prozis in de maat XS. En daarbij natuurlijk een bijpassende sportlegging. Ik ga straks ook sporten, dus hier ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat dan zit. Ook in de lila kleur, maat S. En hij zit ook lekker high-waisted. Dus dit. Dan heb ik van Chiquelle ook nog dingen opgestuurd gekregen. Namelijk dit korte broekje. Super mooi. Ja, maat 36. Gulp en alles staat nog open, want ik had hem laatst gepast. Kaartje zit er nog aan, want nu is het nog niet super warm. En deze staat echt heel erg leuk. Ik laat wel wat beelden van mijn vlog zien als aanbeeld. En ja, dit korte broekje. Ook van Chiquelle heb ik dit witte topje. En die is zo mooi. Ik had laatst een Insta-foto erop gezet. Ik kreeg zoveel de vraag waar dit topje van is. En hij is dus van Chiquelle. Met hele mooie details van de knopen. Van die bruine knopen. Vind ik heel leuk. En 3/4 mouwen. En dat maakt het ook weer wat anders. Verder is die wit en zit die gewoon strak. Dus zoiets heb je altijd nodig in je kast. Dus deze en dit heb ik in een maatje, weet ik niet. Of een S, dus 36. Of het is een one size. Ik weet niet meer wat het was. Goed, dan heb ik nog dit rokje. Spijkerrokje van Chiquelle. Ook super mooi. Met van die rafelachtige achterkant. Vind ik heel mooi. Het is gewoon een spijkerrokje in de kleur blauw. Onderkant is ook gerafeld. En deze heb ik in de maat 36. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Staat ook heel erg mooi. Dan heb ik van een meisje uit mijn klas. Als je mijn vlogs kijkt, dan heb je dat gezien en weet je dat. Die is haar eigen bedrijfje begonnen met haar vriendin. En die maken hun eigen vintage kleding. Maar die kopen het ook een paar dingen in. Voor als ik dat zo weet. En zij heeft dit rokje op maat voor mij gemaakt. Super leuk. Een A-lijnrokje. Ik kan het niet zo goed in beeld laten zien. Maar dit is het A-lijnrokje. In de kleur oranje met donkerblauw. Niet iets wat ik per se zelf zo snel zou dragen. Maar hij staat wel heel erg leuk met een witte trui of een wit groot shirt erboven. Super nice voor in de zomer met een cat eyes onderbril. Daarover meer. Oké, dan gaan we verder naar Comget Fashion. Oh, ik ben nog wat vergeten. Maar goed, maakt niet uit. Namelijk dit jurkje. En die is zo mooi. Een slangenprint jurkje met van die ruffle onderkant. En hij heeft, hij is donkerblauw met grijs en wit. En het is gewoon zo'n wrap jurkje. Dus deze van Comget Fashion in de maat S. En ook een ketting van Comget Fashion. Zo'n lage ketting met munten. Heb ik ook ontvangen. Maar die ben ik vergeten te pakken. En dan heb ik ook nog van Comget Fashion dit leuke rokje in panter. Want ik ben de laatste tijd echt obsessed door panter. En daar moet ik echt mee stoppen. Want ik plaats alleen maar foto's op Instagram met panter. Dit leuke, losse rokje voor in de zomer.
Hier is die mooie elastieke band. Dus sluit het gewoon goed aan en zit super fijn. Ook deze heb ik in een maatje S. Dan heb ik op Most Wanted dit jurkje nog besteld. En die wou ik toen met Koningsdag aandoen. Maar dit is ook zo'n jurk van de Most Wanted lijn. Kaartje zit er nog aan. En dit is een maatje S. Het is dus oranje met een panterprint patroon erdoor. En hij staat wel echt heel erg leuk. Dus ik denk dat ik hem wel hou voor de zomer. Oranje kan geen kwaad als zomerjurkje. Maar goed, het is niet dat ik dit zo snel zou dragen. Maar ik vind hem wel heel leuk voor de zomer. Dan was ik ook nog bij het Fleet Day event van Monica en Danique. En natuurlijk had ik daar ook nog dingen gekocht. Op de Most Wanted of in de Most Wanted stand. Ik heb namelijk dit superleuke rokje. Met de onderkant een beetje van die ruffles. En hij loopt hier dan iets door met die ruffles, zeg maar. Deze heb ik in een maatje S ook besteld. Maar gekocht. En hier ben ik heel blij mee. Want zwart is altijd goed en handig. Nou, en toen zag ik dus dit rokje daar. Ook op die Most Wanted stand. Toen dacht ik, ja shit, want ik vind hem zo mooi. Maar ja, ik draag dus niet veel rokjes. Ik heb super veel rokjes. Ik heb sowieso echt mega veel kleren. Toen dacht ik, oh je mag er maar één kiezen. Maar ik kon gewoon niet kiezen. Dus ik heb ze allebei gedaan. Dus nu moet ik het wel gaan dragen. Namelijk dit mooie slangenrokje. Met van die gouden details. En het is ook echt dat glittert. En ja, ik kon hem niet laten liggen. Dus kon je beter dan kopen dan later weer bestellen met verzendkosten. Dus hier ben ik heel blij mee. Deze. Dan heb ik bij de Lily deze nog gekocht. Oh, ik draag niet veel rokjes, maar ik haal ze wel. Ja, daar ga je. Dit superleuke weerpanter. Hele lange rok. En de onderkant heeft van die ruffle wrap-achtige, ja, onderkant. Laat ik het zo zeggen. Hier is die een rits. Dus deze vind ik super leuk en die valt over je knieën tot aan je enkels ongeveer. En ik vind dat echt leuk met een zwart shirtje en zwarte bikerboots eronder. Gewoon echt lekker stoer. Ik heb een tas vol merchandise gekregen van Hardwell. En er zitten ook dingen bij samen met Yellow Claw. Maar ik heb dus deze trui daarbij ook ontvangen. Ik kan niet alles laten zien, want het wordt video wel super lang. Maar in ieder geval deze trui. En die heb ik ook heel vaak al aangehad. Het is echt zo'n lekkere hoodie met een grote capuchon. Een beetje grijs, grey wash gewassen stofje. Geen idee waar je dit kan bestellen. Ik denk gewoon online bij de Hardwell shop of zo. Geen idee. En ik heb eigenlijk ook geen idee hoe duur deze was. Maar deze. Laten we dan nog steeds maar verder gaan met Lily. Waar ik dus ook werk. Daar heb ik namelijk deze ook gekocht. Kon het niet laten. En hier heb ik ook zoveel vragen naar gekregen. Echt niet normaal. Dit t-shirt jurkje. Super leuk. En hij heeft hier dus zo'n leopard op staan met een tijger. En die draag ik in de maat S. En ik vind hem echt geweldig. Zwart is altijd goed. En ja, lekker stoer is deze ook. Deze in de maat S. En daarbij heb ik dus ook dit riempje bij Lily gekocht. Dit is een zwarte riem. En die is echt super chill, want die doe je er doorheen en trek je aan. En dan heb je echt zo'n halve riem zo hangen. En dat is echt chill voor om dat jurkje heen. Ziet er ook super leuk uit. En die draag ik de laatste tijd ook heel erg veel. Dan, het laatste kleding item. Gelukkig maar, want ik heb het gevoel dat ik al super lang aan het praten ben. Dat is deze ballin trui. Yeah! Ik vind hem zo leuk. Hij is van de mannenafdeling of de herenafdeling van de Only. In de maat L. Gewoon echt het beste ever. In het wit een lekkere hoodie van Ballin. Dus deze heb ik ook nog gekocht. Top. Dan gaan we door naar de laatste categorie. En dat is beauty. En ja, ik ga het laten zien. Ik was dus bij een Fleet Day event. Dus ik heb sowieso nog steeds helemaal bepakt. Dit zakje met allemaal ten, volgens mij van die spray ten dingen. Ja, je moet maar eens een keer naar gaan kijken. Maar dat is wel wat ik in mei heb gekregen en gekocht. Dus dit. Hetzelfde geldt voor deze serums. Volgens mij zijn dit serums. Die heb ik ook op dat event gekregen. Ik heb van namelijk Bior ook nog allemaal producten gekregen. Namelijk dit.
En dit zijn heel veel maskers. En dit is een scrub cleansing. Ja, voor de vuile huid. Dus dat heb ik ook nog allemaal ontvangen. Echt super chill. En dit is een masker met houtskool. En dit is een voedende detox masker. En dit is allemaal olievrij en dermatologisch getest. Dus dat heb ik ontvangen en daar ben ik heel erg blij mee. Want ja, hier kun je nooit genoeg van hebben. Dan pak ik even dit tasje erbij. Dat is wel net zo handig. Ik heb namelijk ook van... Ja, sommigen zeggen Bior en de anderen zeggen Bioré. Dus ik noem het... Ja, volgens mij is Bioré, want er zit wel zo'n streepje op de E. Maar goed, ik zeg altijd Bior. En ik hoor ook wel andere Bior zeggen, maar het zal allemaal wel. Ik heb ook nog nog meer maskers daarvan gekregen. Namelijk deze opwarmende maskers. En dat is natuurlijk super handig voor jij jouw masker op gaat doen. Zodat je poriën lekker open gaan staan en alle vuil gewoon eruit trekt. Dus ja, deze opwarmende maskers. Ik ben heel benieuwd, nog niet getest. Maar die heb ik ook gekregen van Bioré. Bior. Hoe dan ook, wat dan ook. Zo, mijn camera viel uit. Dus we gaan gewoon weer verder waar we waren gebleven. Volgens mij was ik bij dit masker. Ik heb namelijk van Bioré ook dit masker gekregen. Dit is een masker. Wow, ik bedoel een kwast. Een kwast voor je maskers. Super handig, want dat had ik eigenlijk nog helemaal niet. En ik heb hem ook wel gebruikt en hij is super fijn in gebruik. Dus ja, een masker. Een kwast. Zo, en dan heb ik nog van dat event van Monica en Danique een kwast gekregen voor mijn highlighter. Die heb ik ook al gebruikt, al best wel vaak. En deze is van de Bougie Shop, de highlighter brush. En die is super, super chill. Dus deze. En deze W7 Scald Fever. Nog niet gebruikt in de kleur Scarlet Fever. Ja. En het is een rode lipstick. Die heb ik dus nog niet gebruikt, maar wel super mooi. Dus 10. En dan komen we alweer aan bij de laatste twee dingen. En dat zijn zonnebrillen. En daarvoor heb ik in deze maand ook twee opgestuurd gekregen. Super nice. Deze heb ik van Come Get Fashion. Ik kan hem even opdoen. Hele mooie grote zonnebril. Ik hou er wel van. Groot, zwart, vierkant. Wat wil je nog meer? Dus deze van Come Get Fashion. En dan nog van Faux, van dat rokje, dat aanlijnrokje, heb ik deze gekregen. En deze is wel heel bijzonder, vind ik eigenlijk, want hij is mat zwart. En dat vind ik wel echt super tof. Dit is een cat eye zonnebril. Ja, ik vind hem wel vet voor met foto's maken of zo. Dan vind ik hem wel heel cool. Moet je staan. Ik hou persoonlijk echt van grote zonnebrillen, want ik heb een groot hoofd. Dus dan doe je iets groots op. Deze is niet super groot, maar wel gewoon groot. Ja, dus hè. Lekker duidelijk. Ik vind hem leuk. Dus dit is alweer het laatste. Zo, en dit waren dan ook mijn producten, items, wat ik deze maand heb gekocht of heb ontvangen. En het is echt aardig veel. Ik ben er ook als een sneltrein doorheen gegaan. Nou kan ik natuurlijk niet per product of item reviewen en opdoen en gebruiken en zeggen wat ik ervan vind. Want dat duurt deze video echt een half uur. Maar wel kon ik laten zien wat ik deze maand allemaal heb gekocht of heb gekregen. En ik weet het, het is super veel. Ik ben er ook super dankbaar voor. En ik heb er hard voor gewerkt. En vinden jullie dit nou ook een leuk idee of concept? Laat me even weten. Dan kan ik dit misschien elke maand aan het eind van de maand als extra video uploaden. Laat me weten in de comments. En heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal voor als je nieuw bent. En jullie zien mij zondag weer, denk ik, met een nieuwe weekvlog. Dus doei doei, bedankt! I'm not the one who's always right.